De deuren van Brasil Rodizio aan de Westplaak in Rotterdam blijven op last van de veiligheidsregio de aankomende 2 weken dicht. Het Braziliaanse restaurant zou al meerdere overtredingen begaan hebben en is daardoor gesloten. Volgens restauranthouder Zeca Santos is de sluiting van zijn zaak onterecht. Hij verbaast zich over de snelheid waarin hij op zaterdag 2 waarschuwingen kreeg, maar dat zijn tent pas op woensdag werd gesloten. Vooral omdat als ze zagen dat het situatie niet goed eruit zag, zoals bij andere cafés dat ik van andere collega's heb wel gehoord. Toen ze zagen dat de situatie niet goed was, toen hebben gelijk de politie gezegd, hey, dit ziet niet goed uit, dat is niet wat coronamaatregelen bedoeld is, gaan wij gelijk jouw tent nu sluiten. En bij mij niet, hebben ze gezegd, ja, een compliment gegeven, ja, goed dat jij hebt de tent afgesloten, je feest gestopt, omdat het best leek wel drukken. Na 2 eerdere overtredingen van geluidsoverlast waren de overtredingen op zaterdag de druppel voor de veiligheidsregio. Voor Santos, die pas een jaar volledig eigenaar is van Brasil Rodizio, heeft de sluiting verstrekkende gevolgen. Ik ben er klaar mee. Ik heb een 3,5-jarige dochter dat ik al 4 weken niet zie. En dat voor mij, ik ben aan het werk. Dat voor mij, ja, sorry. Ik word daar emotioneel van. Weet je, ik ben gewoon altijd aan het werk. Ik wil gewoon werken. Als ik 2 weken dicht moet, ik ga failliet. Ik heb 15 man personeel dat ik moet betalen, leveranciers. Dat het heel moeilijk was dat wij dicht waren, maar dat ga ik niet redden. Het doet de restauranteigenaar dus veel dat zijn restaurant wordt gesloten. Daarbij voegt hij wel dat de afgelopen maanden als horecaondernemer niet de leukste maanden waren. Ja, sinds de laatste tijd is wel. Is het niet meer leuk? Het is niet bedoeld zoals horeca, zoals mijn passie is. Voor de horeca, om mensen te vangen met een mooie glimlach. Mensen best doen een lekker drankje te serveren. En dat zit niet in. Omdat ik zie dat ik word vaak gezien. Het wordt elke seconde rijdt langs. Ik heb niets te verbergen. Dus ik mag voor mij alles checken. Maar alsjeblieft niet onterechte beslissingen nemen.